Hey hallo, gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag een to-go-to-go-pakket opgehaald bij de Lidl en dat wilde ik jullie heel graag laten zien. Ik heb er €2,99 voor betaald. Hier kunnen we het bij Lidl ophalen tussen 1 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Dus dat is een hele mooie tijd, want dan kun je dus gewoon nog met die producten 's avonds je gerecht klaarmaken. En ik heb hem een beetje gespiekt in de doos en we kunnen er vrijwel een complete maaltijd van maken. Nou, dit is mijn Too Good To Go pakket en ik zal jullie eventjes laten zien wat ik gekregen heb. We hebben een kropje sla, deze die is met kluit. We hebben een stronkje witlof erin zitten. Een prei. En één komkommer. Nou, Lennon die is gek op komkommer. Dus we eten sowieso vanavond. Een sla. Ik denk met een beetje komkommer in. Ik heb al wat eitjes gekookt. Dus we gaan er een eitje in doen. We hebben Roma tomaatjes erbij. Dan hebben we een hele ananas. Nou, dat vinden de kinderen heel erg lekker. Die zijn gek op ananas. Het is af en toe wel een beetje vervelend om zo'n hele ananas te snijden. Maar ja, vaak in de zomer halen we die wel geregeld in huis. Want ik weet dat als ik die ananas op tafel zet, dat is gewoon, zoals we dat hier zeggen, even tikken. Dus binnen 10 minuten is het helemaal op en weg, omdat ze het zo lekker vinden. We hebben een paprika erin zitten. We hebben nog wat fruit, namelijk 2 banaantjes en 3 mandarijntjes. En ook, banaantjes vinden we hier ook gewoon heel erg lekker. En mandarijntjes. Die zijn ook zo op. We hebben een bosui. Nou, een bosui gebruik ik ook wel vaker in plaats van prei. Want ik vind dat het een beetje dezelfde smaak heeft. Maar je kunt het dus ook heel goed in stukjes snijden en dan invriezen. We hebben 2 witte uien. 2 citroenen. En ook citroenen, mocht je die nou niet meteen gaan gebruiken, kun je ze uitpersen. Je kunt het sap kun je invriezen. En je kunt de schil, die kun je raspen, die kun je ook heel goed invriezen. En dan kun je die op een later tijdstip gewoon gebruiken. Dat is een tip die ik van een van jullie kreeg. En ik doe het eigenlijk regelmatig. Dus had ik een tijdje geleden had ik ook dillen in mijn to-go-to-go pakket zitten. Dus ik heb het bosje dillen heb ik een stukjes gesneden. Ik had geloof ik 3 citroenen erin zitten. Dat heb ik uitgeperst. En ik heb die dillen in de citroensap ingevroren. Want als wij vis eten, vind ik het wel heel erg lekker om een citroen-dillensausje te maken met wat room. En dan kan ik dus nu die blokjes citroen-dillen, die kan ik zo uit de vriezer halen en dan gebruiken. Dus dat werkt heel erg gemakkelijk. Maar dit kun je dus ook gewoon uitpersen, de citroenen. Kun je bijvoorbeeld in een glaasje spaarrook doen. Of je kunt het bewaren voor als je dan mee gaat bakken. Zo heb ik een tijd geleden een hele erg lekkere lemon drizzle cake gemaakt. Nog steeds favoriet, die heb ik altijd. En daar heb je dus citroensap voor nodig. En daar heb je ook citroenrasp voor nodig. Dus dat soort dingen kun je gewoon heel makkelijk in de vriezer doen. In een ijsblokjesvorm. Of in van die kleine siliconen malletjes. En die siliconen malletjes heb ik ook wel vaker gehaald bij de Xenos en bij de Ikea. Maar je kunt ze eigenlijk overal. En dan als laatste hebben wij een heleboel aardappeltjes. Ik denk alles bij elkaar misschien wel 1,5 kilo. En ik had in de kelder nog een potje aardappelanders staan. Deze die is met tuinkruiden en knoflook. Die vinden we heel erg lekker. En in de koelkast heb ik nog geraspte kaas staan. Dus die kan ik lekker klaarmaken. En ik ga dus een salade maken. Want we hebben de kropsla, peperkomkommer. Ik heb hier nog een appeltje liggen. En ik heb net eitjes gekookt. Vinden we heel erg lekker in de salade. En ik denk dat ik van het stronkje witlof ook een witlofsalade ga maken. Doe ook een appeltje en een eitje onder. Damien vindt die heel erg lekker. En we gaan vegetarische dingetjes daarbij eten. Namelijk van de Vivera. Die had ik nog in de koelkast liggen. Waren een tijdje geleden in de aanbieding. Dit zijn de plantnuggets. En de kinderen vinden die heel erg lekker. Het lijkt een beetje op kipnuggets-achtige dingetjes. En verder hebben wij deze vegasnoesters. Daar heb ik 4 stuks van. En die zijn met beemsterkaas. En die vinden we hier ook heel erg lekker. Dus dat gaat onze maaltijd worden voor vanavond. En dan gaan we het fruit opeten als toetje.
Zo jongens, wij hebben heel erg lekker gegeten. Ja, ons pakket is bijna op. Ik heb een aantal dingetjes nog in de koelkast gelegd. Het zag er allemaal nog heel erg goed uit. Dus je kunt prima nog een paar dagen bewaren in de koelkast. Ik ben wel heel erg benieuwd of dat jullie misschien leuke tips hebben voor een ananas. Want zoals jullie gezien hebben, doe ik de ananas eigenlijk een stukje snijden. En dan eten we het zo op. En dat is wat ik eigenlijk altijd doe met een ananas. Maar ik ben heel erg benieuwd of dat jij andere tips hebt. Laat het dan zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.